Even voelen of er een vraag op komt hoor. Dat is okay. En het hoeft niet per se een vraag te zijn. Nee, oké. Dan deel ik even wat er in mijn tochtje voorbij komt. Ik heb een moment gehad in de auto. Gewoon stil. Ik was met mensen, maar goed. Het was helemaal oké, er hoefde niks uitgehaald te worden. Ik hoefde niks te zeggen om het te bewijzen of wat dan ook. Gewoon, het was autorijden, te gek. En ik keek voor het eerst in de spiegel en ik zag mezelf. En dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven van... Ah, nou, die jongen is toch zo kwaad zo niet, weet je wel. Dat was, ja, ik weet niet wat dat was, maar dat was gewoon een directe ervaring, weet je wel. Wat ik normaal dan niet voel, zo echt even gewoon echt voelen. Dat was zo gaaf dat ik eigenlijk twee bochten verder... Ik kwam niet weer hoor, ik wou niet weer halen. Ja! Oh ja, dan gaan we even genieten dat hij zo snel zo. Ik kijk en. Nou goed, dan. Alsof die schittering, de sprankeling van die stilte, dan opeens weer plat is. Alsof er weer een muur voor staat. Dat is echt een motherfucker. En dus Simwe en Ans refereerden daar al naar, van je kunt het niet pakken. En op het moment dat dat wel geprobeerd wordt, en dat het geprobeerd wordt, is zo gek niet. Maar then we fuck it up. Yeah. En dat is heel belangrijk om dat mee te maken en zo bewust mogelijk. Mm-hmm. Zodat we ervan afblijven. Ja. Dus hoe neutraler en zakelijker we ernaar kunnen kijken van, oh... Dit manifesteerde zich ineens. En dan was die okéheid, zelfs met dat gasje. Mm-hmm. Toen kwam er een poging om proberen het te claimen en het werd gelijk lastig. De volgende trap die we dan kunnen doen, of miskleun, is ons daar dan weer op de kop voor gaan geven. Yeah. En dan kun je dus weer een heel ding gaan bouwen. Oh. Yeah. Relax. Relax back into it. Ja, echt ontspannen in het niet weten. Dus, yes. Dat is wat er nu gewoon gaande is. En ik kan het niet versnellen. Daar ben ik ook wel achter. En, kwam ik toevallig een van je liedjes tegen. Iets van Oh Daddy. En ik was totaal vergeten dat mijn vader had ik al 4 jaar niet gesproken. En nou, daar zaten aardig wat raakvlakjes in. En dus zonder dat ik het in de gaten had, opeens boef. Knalt dat wel weer open. Dus het moment dat je er niet mee bezighoudt, dan komt voelen. Dus ja, ik leer gewoon echt met mijn poten overal vanaf te blijven. Good. Thanks voor mooie muziek. Enjoy it. We hebben het over die neutraliteit en die neutraliteit die kijkt. Maar die neutraliteit die zit daar niet van te genieten. Nee, het vindt er niks van. Maar misschien bewustzijn kan wel genieten of ook niet. Dat is wel jammer. Nee. Genieten hoort bij de dualiteit. Genieten, niet genieten. Voorkeur, aversie. Als ik mezelf bezig zie van afstand, denk ik dan, dat dan kijk ik naar mezelf, naar dat wat waar Corina tegen gezegd wordt en ik heb het idee dat ik daar af en toe van kan genieten. En niet omdat ze alles zo goed doet, het organisme, maar gewoon om wat het is. Zonder... Het organisme kan genieten. Dus het effect van neutraliteit op het organisme is een gevoel van welbevinden. Maar bewustzijn is geen welbevinden. Dus het is het effect. We moeten dus niet het ding met het effect verwarren. Dat gebeurt nogal eens.
Ja, precies, dat was Dus de beste positie die ik ken, en ik zou hem geen geluk noemen, maar contentheid of iets dergelijks, is vanuit die neutraliteit de dingen te beleven. Dan voelt dit ding zich ook optimaal. En daar is een bijproduct. En wat we dus ook vaak doen, is dat we dat gevoel van welbevinden, van de natural state, onthouden. Dus we onthouden het gevoel. En dan gaan we zoeken naar dat gevoel. In plaats van terug te keren naar de natural state, waarbij dat gevoel als bijproduct kan worden meegeleverd. Het kan ook zijn dat het niet komt, but nobody cares. Of course, there's nobody there, basically. Dank je, dat is helder nu. Gentle. Hallo Hans. Zo. Maar het schoot me net nog een vraag binnen toen je vertelde over een suggestie die je wel eens doet als het gaat om probeer eens een week niet te klagen. Ik heb afgelopen week toch geklaagd weer bij mijn onderbuurman een keertje. want ik vond zijn geluid te hard staan om 22:30 s'avonds terwijl ik wilde slapen. Hij zat voetbal te kijken en ik kwam naar beneden en hij reageerde agressief, want hij was gewoon in zijn ogen voetbal aan het kijken. Dus wat zei ik je nou? Nou heb ik een keer in een boek van Joseph Goldstein gelezen dat hij een keer een huisje had gehuurd ergens in India, volgens mij, om te gaan mediteren. En toen hij daar aankwam, was ineens plots een scoutinggroepje of iets dergelijks daar een week lang aan het feesten. Dus hij irriteerde zich helemaal te pletter en wou zelfs een boze brief sturen, maar besloot het juist aan te grijpen als oefening. Ja, en hij merkte dat hij in die situatie op den duur, toen die weerstand, nou, die verdween op den duur en dan kon hij er vrede mee, of hij had er vrede mee. Dus toen schoot er een vraag bij mij te binnen, toen jij dat noemde, van is klagen dan in zekere zin een soort van truc van het ego om zichzelf altijd levend te houden? Of? Niet per se en altijd, maar, en daarom was het ook maar een suggestie voor een week. Sommige dingen, daar moeten we gewoon tegen optreden. Tegelijkertijd, de spiritueel krijger kan overal gebruik van maken. En ik gaf volgens mij jou al een keer ook dat verhaaltje van die gast, die ging ook zitten mediteren en die had allemaal zo last van het verkeer. Mm-hmm. En toen ging die daarover klagen bij zijn meditatieleraar en die zei, waarom laat je dat verkeer niet meer rust? Ja, ja. Heeft er niks mee te maken. Mm-hmm. In feite zijn we, als we gaan mediteren of zelf onderzoeken en we laten ons afleiden door omgevingsfactoren, zijn we dus niet aan het onderzoeken en niet aan het mediteren. We zijn met die buitenwereld bezig. En die moet zich dan aanpassen aan mijn verheven bezigheden. Mm-hmm. Dus het hangt van, zoals met alles, van de context af. Maar het kan interessant zijn voor de spiritual warrior om inderdaad gewoon eens te kijken. Kan ik deze teringherrie tot 4:00 s'nachts gewoon verdragen? Kan ik een positie vinden waarin het me niets meer doet? Mm-hmm. Waar ik er vrij van ben? Dat wil niet zeggen dat je de rest van je leven boven een heavy metal café moet gaan wonen. Mm-hmm. Wat ik dan minder erg zou vinden. Dat liever dan André Hazes. Of techno. Maar goed. Ja. Ja. Het voelde een beetje dubbel na ook mijn geklaag wel. Dat, aan de ene kant is er dan een stukje van, nou ja, ik wil niet over mijn kant laten gaan. Of tenminste zeker, niet nogmaals, het hangt van de context af. Dus Het zou kunnen zijn dat op maandagavond is er een hele hoop teringherrie. Oké, nu ga ik daar gewoon gebruik van maken en kijken of ik zo stil kan zijn. Dat ik er geen last van heb. Dat wil niet zeggen dat ik de rest van mijn leven dat te aanvaarden heb. Maar ik kan daar gebruik van maken. Helder. Dankjewel.
En op een ander moment kan het juist zijn om even bij de buren aan te kloppen. Van ik heb nou 3 dagen zitten mediteren terwijl jullie het kind mishandelden. En ik kon dat heel goed hebben op een gegeven moment. Maar nu een 4e dag gaat me toch echt te ver. Ja. Kom eens hier jij. Probeer het eens tegen mij. Ja. Ja. En dan heb je van 2 werelden het beste, zeg maar. Ja. Ik zal het into account nemen. Dankjewel. Het heeft ook dus weer te maken met dat onderscheidingsvermogen, die kloppendheid waar ik het vaker over heb en waar ik het voor de pauze ook over had, te weten wanneer ik wat moet doen. Dus ik heb wat ik wil doen en ik heb wat ik moet doen. Nou, het kan zijn dat de ingeving komt, nee, nu moet ik gewoon de kleren Harry verdragen en daar een practice van maken. Op een ander moment kan het zijn, je hebt nou al 6 weken je bek gehouden. Wat ben je nou voor een ruggengraatloos figuur? Stap er eens op af. Dat is wat ik voel, wat ik te doen heb. Daarom geloof ik dus in die impuls van dat onderscheidingsvermogen of die intuïtie, of hoe je het noemen wil, en niet in regeltjes. Van in die situatie moet je altijd... Het slaat nergens op. Het hangt van de context af en van de totale, laten we zeggen, energetische constellatie, dat ik in het ene moment in een soortgelijke situatie op zal treden en een volgend moment, andere situatie dus, want elke situatie is een eenmaligheid, geneigd zal zijn rustig toe te kijken en geen enkele reactie te vertonen. En dan zijn allebei juist. Terwijl van buitenaf van, ja maar toen trad je op en nu laat je het lopen, dat is raar, je hoort toch, nee je hoort niks. Je hoort te luisteren naar wat waar en wat juist is. Althans, zo kijk ik naar de dingen. Het maakt het dus ook heel makkelijk, want regeltjes volgen en bijhouden wanneer wat te doen, dus protocollen en al dat soort dingen, is mij veel te ingewikkeld. Terwijl in het moment kijken wat er aan de orde is, is heel makkelijk. En soms stemt dat overeen met mijn natuurlijke zo zijn. Soms wringt dat een beetje, maar bij een basisneiging, ja, dan moet de basisneiging maar wijken. Er moet gedaan worden wat er gedaan moet worden. Gezegd wat gezegd moet worden. Of gezwegen als er gezwegen moet worden. En doe ik dat niet, dan pleeg ik eigenlijk een vorm van zelfverraad. En dat leidt tot allerlei disbalansen in het systeem. It makes you unhappy. En dan kun je vervolgens gaan zeggen van ja, de wereld moet zo, of de familie moet zo, of de anderen. En we kunnen het allemaal lekker buiten ons leggen. Maar als we naar binnen kijken, bij wat er ook is, kunnen we ongetwijfeld zien dat er momentjes waren dat ik niet geluisterd heb. Dat ik, nou ja, zoals we het ook wel eens noemen, mijn ziel verkocht heb. Voor een korte termijn belangetje, of een beetje waardering, of een beetje sympathie, of iets anders goedkoops. Doe je dat heel vaak, dan stapelt dat misnoegen zich gewoon op in je. En dan krijg je uiteraard een gevoel van ik deug niet of whatever. En voor een deel klopt dat dan dus ook. Because you're a traitor. Stop daarmee. Zelfverraad is een slecht plan. Hans en zijn vrolijke teachings. Ik merk nu, als ik van hieruit, zoals vanavond op straat loop, dan moet ik heel snel
doorlopen, want ik moet niks meer om me heen hebben bijna, omdat het te veel wordt en bijna onverdraaglijk. Dus, maar ik weet het ook niet wat mij steeds bindt aan een situatie waar je het net over had, waarvan ik eigenlijk weet dat ik zo moet, maar ik blijf maar zo gaan. Ja, en daarmee bezig gaan is dus weer niet zo doen wat er gedaan moet worden. Nou, wacht even. Dus daarover na gaan denken, van ja, wat bindt mij toch? En dan, ja, ja, ja. Dat is gewoon weer een afleidingsmanoeuvre. Er moet gedaan worden wat er gedaan moet worden. Simpeler wordt het. Ja, dat is het enige, ja. En de rest, het is allemaal boel. Ja. En sommige oordelen, die zijn gewoon heel accuraat en adequaat. Als iets mij niet aanstaat, dan weet ik dat heel goed. En dat kan op twee manieren zich manifesteren. Ik zie gewoon dat het niet klopt. Of er komt gewoon een emotioneel signaal, dit staat mij niet aan, en dan maak ik een eind aan die situatie. Ja. En zo snel mogelijk. Want ik heb geen zin om in een situatie te gaan leven die niet passend is en niet kloppend is voor mij. Die kan kloppen voor anderen, dus allemaal tot je dienst. Maar niet voor mij. En ik weet heel goed wat past en wat niet en wat... Je hebt niet alles in de hand en alles voor het zeggen. Sommige dingen die kun je gewoon prima tolereren, terwijl het niet per se je wens is. Dat is oké, dat komt. Bij alles wat we doen krijg je een mixed bag. Weet je wel? Dus er zitten altijd elementjes in van, oké, dat hoeft voor mij niet. Maar ik weet heel goed hoe de balans zit. En als die begint door te slaan, die weegschaal, dan wordt er opgetreden. Dan verdwijnt er iets of ik verdwijn. En ik ga dan niet langer zitten dan strikt noodzakelijk. En al het andere is dus gewoon afleiding, manoeuvre, uitstel en ja, het is pointless. Ja. Ja, daar ben ik wel heel vindingrijk in, ja. Dat zijn we allemaal, omdat we vanuit die angstcomponent worden we behoudend. Alleen, we zien niet zo goed van, we zeggen dan van, ja, zo'n stap nemen of een beslissing maken of whatever hoe we het noemen. Dat is eng. Ja, dat is mooi. Maar het andere eigenlijk ook. Blijven ook. Als je je gaat voorstellen van zo nog 30 jaar, dan krijg je het ook Spaans benauwd. Ja. Right? Nou, dan weet je toch genoeg. Ja. Ik had een tijd terug zo'n kerel. En die zat dan een beetje te mopperen over zijn relatie en zo. Maar ja, dan hadden we toch dit en dat en ze was zo. En dan hadden we allemaal een positief verhaal en zo. Dus hij was met een sales pitch bezig. Dus ik zeg gewoon tegen hem, stel je nou eens voor, nog 30 jaar met dat wijf. Nou, je zag hem gewoon helemaal heet worden. En niet van opwinding, weet je wel, in de seksuele zin. Ik kreeg het Spaans benauwd. Ik zeg, nou dan weet je toch genoeg. Get the fuck out of there. Of tegen een ander, en dat was toevallig ook in een relationeel ding, hou je van hem. Dat duurde 2 minuten voordat hij iets kon zeggen. Ik zeg, nou, I rest my case. Als je van iemand houdt en je wil daarbij zijn, dan is het binnen een seconde. Ja! Daar hoef je niet over na te denken. Gek. Okay. Samsonite Express. Huppakee. Wegwezen. Oké, wegwezen. Godverdorie. En zo zitten allemaal van die fijne, lieve mensen, waarvan je toch zou vermoeden dat er intelligentie in zit. Die zitten zich soms jarenlang te kwellen en dan komen ze bij mij en van, ja, wat is het toch? Het is zo zwaar en zo moeilijk en bewustzijn en dit en dat. En, Ja, en je legt jezelf op die pijnbank en dan zit je met dat vrije handje te draaien zo, weet je. Ja, het leven doet zozeer. No, it doesn't. Leven is zo makkelijk. Gewoon doen wat je te doen hebt. En op een gegeven moment dan heb je zo'n beetje alles aan de kant. En dan heb je een hele hoop vrije tijd. Dan kun je doen wat je leuk vindt. Al is het wel zo dat je dan een hele hoop dingen niet meer leuk vindt. En niet meer nodig hebt. Dus je zit dan vrij van een beetje zo. En iedereen maakt zich druk en je denkt van, ja. Kunnen we wel Netflixen.
En nog een boek. Ik geloof dat het ook over mij gaat. Ja, soms. Wat er vanavond gezegd wordt, dat kwam wel echt binnen. En volgens mij weet ik ook wel wat ik moet doen. Denk het ook. Ja. Maar het is gewoon heel veel angst. En het gaat over mijn werk. Sinds ik in het najaar heel kort even ziek ben geweest, is er wel heel veel gezien. Maar sindsdien ben ik heel erg aan het rebelleren daar. Mm-hmm. Dus ik laat kaas niet meer van mijn brood eten. En ik zeg gewoon precies wat ik vind en noem maar op. Maar ik denk eigenlijk alleen maar fuck you, weet je wel. Ik wil daar gewoon weg. Ja. En dus eigenlijk is er helemaal geen onduidelijkheid. Nee, precies. Behalve dan dat ik nog weet dat ik in hier tegen jou zat te vertellen van... En ik ga het daaraan. Maar ik ga het gebruiken voor mijn bevrijding. Ik weet nog wat ik tegen je zei. Dat heb je geprobeerd. Wat zeg je? Dat heb je geprobeerd. Precies. En nu ben je gewoon aan het proberen een situatie te creëren zodat ze je eruit trappen. Omdat jij weg wil. Maar weet je, Hans, het is ook echt zo dat het misschien niet klopt. Hè? Dat zij nu de fouten zijn. Want daar komt het nu de hele tijd in mijn hoofd op neer. Snap je? Ik ben de hele tijd kwaad en wat ze doen. En ze zien me niet, ze horen me niet. En ondertussen doe ik hetzelfde en probeer ik gewoon de kantjes eraf te lopen. Het recht van binnen. Jij ziet jou niet. Want het signaal is gewoon weg. En dan ga ik daar een ander de schuld van geven. Dat is precies wat ik er straks zei. Van als we dat niet zien in onszelf, dan gaan we het wijten aan de maatschappij. Of aan weet ik veel wat allemaal. Het is bijna nooit het probleem van de omgeving. Ik hier, niet. Ja. Maar dan komt er dus ook nog bij dat ik daar nog moet leren. En denk, dan hoor ik jou zeggen, hoe lang moet je nog leren als je mishandeld wordt of zoiets, weet je wel. Voilà. Dan denk ik... Wat ben ik daar aan het doen? Ik weet gewoon wat ik wil, maar ik durf gewoon fucking niet, weet je? Het is, ik heb een vast contract daar uiteindelijk gekregen. Ik hoef maar 3,5 dag te werken en dan kan ik van leven, weet je wel. Ja, sales pitch. Ik durf gewoon niet, weet je? Terwijl ik weet wat ik te doen heb, in feite. Ja, kijk, het hoeft ook niet, want we kunnen dit gewoon uitstellen. Ja. En dan gaan we doodongelukkig worden en een enorme hoeveelheid chaos creëren en nasleep en ongezonde effecten en weet ik van wat. Dat kan ook. Dat is hoe de meeste mensen het doen. Ja, maar stupid. Dat kan gewoon niet meer. Dat voel ik niet. En dat kost veel meer dan een beetje angst overwinnen. En het kost, ik merkte al vandaag ook dat ik dat zo te voelen denk, vaak, het kost je gewoon nu al veel te veel. Ja, natuurlijk. Weet je? Alleen dat wordt dus de hele tijd buiten de boekhouding gehouden. Ja. Het kosten van onnatuurlijk zijn, van onwaarachtig zijn, van zelfverraad worden altijd buiten beschouwing gelaten. En eigenlijk in het algemeen, op het moment dat iemand in een relatie of een woongroep of een werksituatie zit of whatever... En er moet zoiets gaan gebeuren van, ja maar het is toch wel gunstig dat er dit en dat en het levert toch ook wel... Op het moment dat je jezelf zo hoort redeneren, sales pitch, het klopt niet, want anders zou je die lulverhalen niet ophangen. Nee, precies. Ik hoef mij niet af te vragen of het klopt dat ik lees, schrijf en satsang geef en sessies doe, want het klopt. En op het moment dat het niet klopt, zal ik het weten. Ik heb het geweten in 2009 en dan stop ik. Angst, geen angst, I don't give a shit. Als het niet klopt, dan stopt het, klaar. En dan zien we wel wat er komt. Weet je wel? Ik heb daar niet van, ja, want het draagt zo bij aan de trilling in de kosmos. Of van die lulverhalen, flikker te roppen, kan maar die kosmos schelen. Wat heeft de kosmos ooit voor ons gedaan? Nee, maar dat is het ook, weet je. Ik weet op het moment dat die verhalen komen dat er al lang iets niet meer klopt. Yes, want exact. Wat niet vanzelf is, dat hoeft geen verhaal te hebben, snap je? Dus, grappig. Sorry Hans, ik hoef toch geen sessie te boeken. Het is duidelijk, nu moet die stap genomen worden. Yes, dat is het enige. En daar zit gewoon, daar voel ik gewoon... Ja, en op het moment dat we die stap nemen, dan zal blijken dat de helft van dat bibberen overdreven was. En dat, wat levert het daarna altijd op? Ik zit gewoon eigenlijk te wachten tot dat conflict er komt. Dat voelt helemaal niet vanuit mijn staan of zo, weet je? Inderdaad. Dat is weer een soort van... Plus wat we ook doen, niet. Dat is niet om je lullig te laten voelen, maar wel een bijeffect van dit doen. Ons innerlijk conflict wordt dus naar buiten geprojecteerd. Andere mensen krijgen daar last van.
En die hebben daar niet om gevraagd. En ze hebben er basically geen zak mee te maken. Dus het is nog een keer oneerlijk ook. Ja. I take it out on the world, terwijl het een innerlijke issue is. En het eigenlijk niet eens letterlijk met werk te maken heeft, maar met true of false. Het is heel simpel. En als ik klop, krijg ik daar positieve gevoelens als bijproduct bij. Daarom zei John Gray van we gaan niet handelen op basis van onze gevoelens. Onze gevoelens zijn een gevolg van in hoeverre wij gerealiseerd hebben wat we zijn. Als dat overeenstemt, krijgt dat een gevoel van welbevinden. Als dat niet overeenstemt, gaat dat overal rammelen en dan krijg je schuld en schaamte en woede en al dat gedoe. Het zijn allemaal dashboardlampjes dat ik niet klop, meer niet. Nee, maar dan komen we bij die belangen. Dat zie ik ook, dat wordt steeds scherper ook. Dus het zijn mijn belangen. We kunnen het dus heel simpel maken. Ik heb maar één belang, dat ik klop. Alle andere belangen zijn secundair. Het moet kloppen. Ja. Dat weet ik ook en dat is ook wat ik wil. Dat denk ik ook. Ja. Daar liggen onze werkelijke belangen. De rest zijn oppervlaktebelangen. Ja. Die ons nooit gelukkig zullen maken. Zelfs niet als we ze allemaal invullen. Als dat al zou kunnen. Heb ik wat ik denk dat ik nodig heb? En wat zal ik merken? Het klopt niet. Het klinkt nergens naar. En ik kan doen alsof... Nee, dat gaat goed. Goed met mij. Kijk maar, is weer een nieuwe auto. Fuck off met je auto. Nee, het klopt ook dat ik hun lastig zit te vallen met mijn oneerlijkheid. Zo voelt het ook. Ja, natuurlijk. En natuurlijk, en dus er zijn allemaal rare spelletjes gaande. Daardoor, zeg maar. Yes. Ja. En dat voelt ook helemaal niet goed. Nee. Maar... Ja, oké. Okay. Nou. Cool. Ik geloof dat het toch even eruit moet. Ja, zegt er eentje vorige week tegen me. En de wereld is onrechtvaardig. Ik zeg, oh, en ja, klopt al helemaal. Weet je waarom die wereld zo rammelt aan alle kanten? Omdat jullie allemaal rammelen. Dan kunnen we wel een partijprogramma op loslaten. En een of ander collectief ideeën voor ontwikkelen. Maar het zal nooit werken als de individuen waar het over gaat allemaal rammelen en niet kloppen. Dus... Ook nog een keer in die sociale of maatschappelijke context. Hoe meer kloppende mensen, hoe beter het functioneert. Hoe minder kloppende mensen, hoe meer het zal rammelen. Welk wetje of idee je ook gaat toepassen. It doesn't make any difference. Dus schreef ik een keer op van wil je een betere wereld? Wees dan beter. Vroeger vonden wij elkaar, zeg maar, op politieke gesprekken en we waren links en... Tuurlijk. We deden alternatieve hulpverlening, dat is ook veel beter dan bestaande vormen. En, Vooral bij kanker. Hè? Nee, niks. Maar nu, deze tijd met Oekraïne en COVID, wisselen we opinies en meningen uit. Alleen, dat kan ik niet meer. Omdat ik elke keer er doorheen zie, de onvrede van mij en ook van hun. En nu heb ik dat door, dus dan hou ik mijn mond. Maar dan hoor ik alsmaar al die... Harry, ja, precies. Slecht geïnformeerde Harry. Ja, allemaal Harry.
wat ik ook inzie nu, is dat daarin te blijven staan vraagt enorm veel energie. Ja. Om daar, hè, om dat daarin vol te houden, zeg maar. And why would you? Waarom zou je? Maar goed, dat zijn dan in ieder geval dingen die ik nu ga ontdekken. Dat is een beetje salespits naar de andere kant. Goed. Klaar. Dus we zitten gewoon dingen te verdragen, omdat we niet doen wat we te doen hebben. Dan ga ik naar die herrie zitten luisteren. Nou, ik niet. Pak off met die herrie. Ga er maar over praten, fijn. Maar doe dat even buiten mijn gehoorbereik, ja? Ja, uiteraard. Het gaat helemaal niet over Oekraïne. En we hebben die hele litanie kunnen zien. Eerst zat iedereen te zeiken over Brexit. En dat zou alles op zijn kop. En dat was toch ooit, jongen. Ja, en daarna was Trump. Die, dat was gewoon lachen. Maar ja, niemand kon erom lachen. Ik vond het geweldig. Maar er komt dus een halve mafketel. Dan gaat iedereen zich daar verschrikkelijk druk om maken. Dan komt er een virusje langs. Dan, oh, jongen. En nou hebben we gelukkig weer iets nieuws. En daarvoor was het Islamitische Staat en zo. De jihadis. Al die moslims zijn we ook vergeten inmiddels. Weet je wel, en over 3 maanden dan verzinnen we weer iets nieuws om ons over op te wenden. En we zien nooit dat het conflict van binnen zit. Unhappy people complaining, opinion. Want het gaat er niet om dat je ergens iets van weet, maar dat je ergens iets van vindt. Shut the fuck up. Daar denk ik al van, in mijn boeddhistische compassie. Backhouden. En dan stel ik 3 vragen en dan weten ze niet meer wat ze zeggen moeten. Want het lijkt alsof mensen heel veel weten erover, maar ze weten helemaal niks. Ze zien geen grondstructuur. Het is allemaal korte termijn gebeurtenisjes. En maar naar buiten gericht. Oh, en het is toch wat. En we vinden het zo heerlijk om iemand als een monster af te schilderen. Dat is ook zo fijn, want dan suggereren we daarmee dat wij de goeie zijn. Zijn wij niet medeplichtig aan alle ellende op deze kleren planeet? Schone handen allemaal? I don't think so. I don't. I buy shit, dus. I'm guilty. Alleen ik lieg er niet over. Nou, ik wil lekker benzine verbranden. Het is nou lekker duur, dus dan geef ik extra gas. Wel jammer dat hij een beetje zuiniger is. Die vorige was onzuiniger, maar ja. Nu moest weer een nieuwere. Als op 1 april die accijnzen verlagen, dan ga ik voor die tijd nog even flink volgooien. En een paar jerrycans. Ik wil dure benzine. Ik kan me niet duur genoeg. Soms een beetje dwarsdiep gewoon. Zeggen ze weer ook om de zoveel tijd dat het al slecht gaat met de economie en dan ga ik mijn geld smijten, altijd. Dan zeggen ze dat het heel verstandig is om spaarzaam te zijn. Nou, ga ik dingen kopen die ik niet nodig heb. Dat vind ik mooi. En dan binnen no time gaat het weer goed met die economie, dat is echt wonderlijk. Ik ben al ongeveer 100, dat kun je ook wel zien. Dus ik heb al heel wat crisissen meegemaakt. Ik heb er nooit ervan gemerkt. Iedereen klaagt steen en benen, gejammer overal en repareerpakketten en weet ik, nooit gebruik van gemaakt. Ik liep altijd een beetje rond zo van, oh ja, het schijnt crisis te zijn. Ik zie gewoon vlinders en vogels en doe de koelkast open, er zit nog kaas in en dingen die ik kan eten.
Klik, ah, het licht doet het nog. Crisis, crisis. Ik begin me een beetje te vervuilen. Zeg eens iets, iemand. Ja, Cecile. Ik zal je even helpen. Dit is ook heel ellendig, dit. Dat bewustzijn van bewustzijn, dat was voor mij altijd iets van, wat is nou bewustzijn van bewustzijn? Maar dat is toch gewoon zien, steeds terug naar dat je het zien bent. Yes. Dat is bewustzijn van bewustzijn. Yes. Maar dan heb je ook, je kunt bepaalde oefeningen doen waardoor je steeds probeert uit die gedachten te blijven. Waardoor je meer gaat voelen in je lijf of zo. Maar dat is dan dus niet wat jij bedoelt. Dat is wat bijvoorbeeld Eckhart Tolle, die heeft het dan over. Maar daarom wil ik het even checken, want die klinkt ook goed, vind ik. Nou, doe maar. Nee. Dat is prima, maar het is niet hetzelfde. Nee, daarom. Dus ik dat was het verder niet. Kijk, Sam Harris die zegt van als je nog niks weet, begin eens gewoon met je aandacht. Dat is wel een klassiek dingetje, op de ademhaling. En dan ga je uit je kop en dan weet je wel. Ja. Dus er zijn allerlei instapniveaus afhankelijk van hoe dom de aspirant is. Zou ik maar zeggen. Maar nou ja, bewustzijn van bewustzijn is gewoon wat het is. Ik richt mijn aandacht op dat zijn en that's it. En ik verwacht dus ook niet dat het zus of zo gaat voelen. Ik verwacht niet dat er wel of geen gedachten zullen zijn. Ik ben dus gewoon nergens op uit. Al mijn aandacht is gericht op het zijn zelf. Daar is de directste en diepste en voor mij enige vorm van wat werkelijk meditatie is. Ja, die snap ik. En die anderen zijn gewoon instapniveautjes om een beetje het systeem te verkennen en whatever. Prima. Maar de bedoeling is dat we die zo snel mogelijk achterlaten en gewoon de aandacht meteen op het zijn zelf richten. Ja, en hoe meer je ziet, hoe meer je opruimt, hoe meer ruimte er is. Voilà, yes. En dan heb je ook een keer in een filmpje een zo'n tekeningetje gemaakt. En daar zeg je, dit is zo'n groene lijn, dat is dan het zien, het absolute zeg je. En dan daar heb je zo'n dunne bandbreedte, dat is... Ja, de persoonlijkheid of zo, denken. Maar dan heb je nog een heel stuk en dat is dan de diepte of zo van het zijn. Maar hoe, ik zie die diepte niet. Of ik bedoel, ik voel dus wel dat er dingen veranderen als ik zelf verander. Is dat die diepte? Of... Nee, die diepte die komt aan het licht op het moment dat wij gewoon verzinken in zijn. Dus ja, en... in de actieve modus, zoals nu, is dat vrijwel onmogelijk om te ervaren. Maar als ik zou gaan, of jij, je gaat gewoon zitten en je richt de aandacht op het zijn zelf, dan ga je merken dat dat steeds dikker wordt, zo je wil. Ja, en dat is dus wel een soort oefening. Ja, je laat je gewoon in dat zijn verzinken, als het ware. En dat noemen ze dan samadhi op een gegeven moment. En dan is de kenner en het gekende samengevallen of weggevallen. En dan voelt dat zijn vlak voordat het totale wegvallen, dus voordat het echt non-duaal wordt, zou ik maar zeggen, waarin er dus geen ik meer is die zijn ervaart of iets dergelijks, er is alleen maar dat. Dat vlak daarvoor voelt dat gewoon gigantisch intens en de zintuigen die beginnen uit te vallen enzovoorts. Horen is er nog een beetje. Er komt een enorme intensiteit, een soort granieten vorm van zijn voorschijn en op een gegeven moment dan... Ja, en die zou lijkt dan leuk om te ervaren, maar dat kun je dus niet willen. Ja, dat kun je dus wel doen. Wel, natuurlijk wel. Dus te leren, zoals alles. We hebben het hier over menselijke vermogens. Ja, en, over iets bijzonders of magisch of zo. Maar dus dat gewoon de route kennen. Ja, maar daarmee bedoel ik dus met die Eckhart Tolle die dan zegt dat innerlijk lichaam voelen. Dan ben je dus uit je gedachten en dan heb ik het gevoel, kan je daar naartoe? Maar dat is dus... Ja, maar dit zijn, dus dat heeft verder daar niks tegen. Maar dat zijn heeft helemaal niks met het lichaam te maken. Oh nee. Dus het is uitstekend, hè? Dus met dingen doorvoelen, wat ik dan zeg. Dat is ook een vrij lichamelijk proces, dat is uitstekend. Maar dat heeft met opruiming, innerlijke opruiming te maken.
Waar de aandacht richten op het zijn zelf en verzinken in zijn heeft geen zak met het lichaam te maken. Nee, dat is waar. Dat gaat juist niet over lichaam denken voelen. Ja. Dus we hebben zelf onderzoek en opruiming in de zin van dingen die in de weg zitten, overtuigingen of emotionele residuen in de body-mind. Dat is nodig, precies wat je zegt, want anders blijft dat toch de aandacht trekken en ons tot dwazigheden voeren. Dat is één vorm van zelfonderzoek. Zelfonderzoek met een hoofdletter is het onderzoek naar het zijn. En dat heeft dus niks meer met mijn persoon of body-mind te maken. Nee. Het is de vraag, wat is zijn? En aangezien ik, ja, daar kan ik over nadenken, maar op een gegeven moment gaat het over het zijn te zijn. Ja. Dus ik moet daarmee samenvallen, dan ontstaat er een soort kennis van binnenuit. En dat is iets heel anders. En dat gaat helemaal dus niet meer over de persoon of de wereld of whatever. Of gezondheid of geluk of opruiming of iets dergelijks. Nee. Het is gewoon de rechtstreekse ervaring van zijn zelf. En hoe dat, laten we zeggen, functioneert. Dat is dus een onpersoonlijk onderzoek. Ja. Ja. Hoe dan? Want dat is natuurlijk... Gewoon ja. Zitten en alles stil laten vallen. Stoppen met doen. En dat is dus aanvankelijk heel erg lastig. Okay. Dus in het begin, als we proberen alleen maar te zijn en onze aandacht totaal te richten alleen op het besef ik ben er of ik besta, dan zullen we merken dat we van alles aan gaan proberen te doen. En ware meditatie is niet doen. Is niet ergens op uit zijn. Het is gewoon, als, die aandacht die hangt hier omdat die op zit te letten. En die zakt als het ware. En die zakt en die zakt en die zakt en die zakt en die zakt. En op een gegeven moment lost die op in de ingrond of whatever, hoe je het noemen wil. Het is het laten vallen van alles. Dat betekent dus ook dat alle belangen aan de kant gaan, alle ideeën aan de kant gaan, de hele boel gaat aan de kant. Als je die route eenmaal kent, dus aanvankelijk gaat dat met horten en stoten en toevalstreffers en frustratie en whatever. Maar als die route eenmaal open is, dan kan dat basically, als de omstandigheden zinvol zijn, dus niet onder het autorijden met 180, maar als je gewoon stil zit, dan kan dat gewoon eigenlijk gedaan worden iedere keer als je dat wil. Net zo goed als uitzoomen, als je dat eenmaal kent en je systeem weet hoe dat functioneert, dan kun je uitzoomen wanneer je dat wil. Terwijl in het begin lijkt het ons allemaal te overkomen en genade te zijn of iets dergelijks. No, it's not. Oké, mooi. Aandachtskunde. Oké, gaan we doen. Je noemde het route naar steeds dieper. En ik denk dat ik het begin van die route onlangs meemaakte, maar ik weet dat ik half wakker was en voelde hoe ik zakte. En toen dacht ik, oh, ik ga dood. Yes. Oh, maar dat was niet de bedoeling. Dus dat was ook eng. Ja. Ik wou niet verder zakken. Ja. Dat is het deel van het ontdekken van die route. Ja, precies. En als je dus een paar keer op dat punt komt, op een gegeven moment, over het algemeen, gaat die vrees om dieper te gaan over. Of niet, en dan komt iemand nooit voorbij dat punt. En bij anderen die zakken daar gewoon doorheen. En dan weet je op een gegeven moment van, hè, laten we het als een lift voorstellen. Dat bij min, want het gaat naar beneden, dus het zijn etages onder de grond, zou ik maar zeggen. Bij min 5 dan komt de, fuck me, weet je wel, naar boven, we're gonna die. Weet je wel, van, oh ja, gewoon kalm blijven, just keep breathing, niet intrappen. En dan op een gegeven moment dan. Nou, en op een gegeven moment gaat dat dus zo diep, dan is er geen liftschacht. En dan is er gewoon niets met een hoofdletter. Dus soms, we stumble upon it. En daarom hebben we dan de neiging om het genade te noemen of zo. Ik noem het dan liever toeval.
We ontdekken soms iets, we stumble into it. Weet je wel, oké, okay, maar als we het helemaal gevonden van, oké, okay, maar daar zit die, daar zit dat punt waar ik die aandacht als het ware kan laten vallen of kan laten zakken. En het is nobody's fault dat er bij niveau 3 of 5 of whatever een angstimpuls komt. Sterker nog, het zou waarschijnlijk gevaarlijk zijn als die niet kwam. Want het is, alles is met risico, dit ook. Dus dat is prima, dan ga je omhoog en dan ga je weer terug. Je zoekt die route gewoon opnieuw, en again, en again, en again. En je probeert gewoon op het diepste niveau waar je durft te zijn, te blijven. En op een gegeven moment merk je dat die... En dan zit je weer even van, oh fuck, de lift gaat crashen, weet je wel. Oh nee, nee, het hangt toch stabiel. I'm okay, I'm okay. Dan weer verder. En je kunt ook andere leuke dingetjes nog meemaken. Van de ego die zit ook mee te doen. Dan ga je zo niveautje 1, 2, 3 en dan begint hij van, oh dat gaat lekker. We gaan goed diep nou. Weet je, ja, dan sta je weer boven de grond. Hè? Dus dan kun je weer opnieuw beginnen en dan van shut the fuck up. En dan, oh, dan begint hij weer te haperen. En dan staat de lift stil en weet je wel, die zit vast en dan moet de monteur erbij komen. En... Het zijn allemaal leuke, bij die eerste paar niveaus, leuke belevenissen. Nou ja, precies. Die ego kwam er ook inderdaad achteraan. Dus ik voelde me zakken en ik voelde ook hoe ik dat begon tegen te houden, zoals een lift dat inderdaad doet. Zo van, maar daar gaan we niet naartoe. Ik heb toen nog gedacht dat het over mijn moeder ging, dus ik was heel zeker dat ze dood was. Maar ze was, nou niet springlevend, maar ze leefde nog wel een paar dagen. Maar ik ging daaruit en op dat moment werd ik er ook helemaal soort van uit, als het ware uit mijn bed gecatapulteerd. En stond ik ineens, was ik in de kamer keuken, was ik een of ander beestachtig ding aan het proberen te killen, maar die bleef aan mijn voeten hangen. Zo van, hallo, er is hier nog van alles te doen. En en op een gegeven moment was ik wakker, maar toen dacht ik, oh, ik ben niet dood en ik lig gewoon in bed. Dus het was geen droom, maar het was ook niet een niet-droom, zeg maar. Maar wel wat ik me later me besefte van, oh ja, nee, dit is dat ego-dingetje geweest, in wat voor vorm dan ook, die absoluut niet met mij mee daar naartoe wil. Ja. Daarom over het algemeen wordt aangeraden om bij dagbewustzijn... Ja. Ja, dit overkwam mij inderdaad. Ja, inderdaad. Maar dat, nee, ga ik dat nu is prima. Goed. Ik vind het mooi zo voor vanavond. Dankjewel. Tot morgen.